we praten erover door met Gents OCMW-voorzitter Geert Versnik en SPA-minister voor Onderwijs Pascal Smet. Ja, meneer Versnik, is dit een verkiezingssteuntje al? Nee, mevrouw, het is geen verkiezingsstunt. Het is van een reële bezorgdheid uit. Uit de armoedeindicatoren hebben we vastgesteld dat er een enorme leerachterstand is bij leerlingen in het lager onderwijs in de grootsteden. Daar moet iets aan gebeuren. Dubbel zoveel als het gemiddeld in Vlaanderen. En een van de maatregelen die daar zou kunnen voor gebeuren, dat is dat effectief het OCMW zou kunnen optreden. Optreden van het OCMW, en men trekt het hier wel een beetje op flessen, gebeurt altijd met een bepaalde methodiek. De methodiek van het OCMW is eerst motiveren. De mensen proberen aan te zetten. Mm-hmm. We doen dat in samenwerking met de stad. We hebben alle kleuters en ouders uitgenodigd om hen aan te zetten om naar school te gaan. De tweede stap daarin is confronteren. Op het ogenblik dat die motivatie niet werkt. Ja, dus u zegt dat het is een laatste stok achter de deur. Een laatste stok achter de deur kan een financiële prikkel zijn. Men stelt het hiervoor als het leven gewoon afpakken. Iedereen weet, die bij het OCMW betrokken is, dat dit slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden gebeurt op het ogenblik dat er fraude is en dergelijke meer. Maar je kan wel een stukje van de aanvullende steun inhouden gedurende een bepaalde periode als prikkel, als aanmoediging om mensen ervoor te zorgen dat ze hun kinderen naar school sturen. Minister Smet, ik hoor hier, dit is eigenlijk een ultiem drukkingsmiddel en au fond een sociale maatregel. Ik hoor vooral meneer Versnik terugkrabbelen. Van de morgen was het leefloon volledig intrekken. Nu heeft het plotseling al over aanvullende steun. En ik vind het goed dat u tot bezinning komt. Want als je nu echt denkt dat je kinderen of ouders van die kinderen kan overtuigen, en we spreken over kinderen van 2,5, 3, 4 jaar, om naar school te gaan door ze een dak weg te nemen, door een kledij weg te nemen, door een voedsel weg te nemen. Ja, die kinderen gaan zeker niet op de schoolbanken belanden op die manier. Die gaan op de straat belanden. Mm-hmm. Dus, en dat is dus geen goede manier. Bovendien moet je ook naar de cijfers kijken. Als je kijkt naar de cijfers, merk je, en het is nog beter dan in uw filmpje werd gezegd, dat 98,7% van de kinderen in Vlaanderen zijn ingeschreven in een kleuterschool. 97% van die kinderen gaan ook effectief naar school en zijn voldoende aanwezig. In heel de wereld komen kijken naar Vlaanderen, hoe wij dat aanpakken. Een zo'n succesvol beleid dat ervoor zorgt dat kinderen effectief naar de scholen gaan. Er wordt hier geschermd met cijfers die iets anders zeggen. 98,3% van de Gentse kinderen zijn al ingeschreven in een kleuterschool. Het is inderdaad zo dat we een hoge participatiegraad hebben, maar het is juist in die kansengroepen dat de kinderen niet aanwezig zijn. En het zijn juist die kinderen, omdat ze thuis ook geen opvoedingsondersteuning krijgen, omdat ze thuis ook in een andere taal opgevoed worden, zijn juist die kinderen die er absoluut nodig bij zijn. 1. 2. Ik krabbel niet terug. Meneer Smet, u heeft mijn voorstel op flessen getrokken door te zeggen afpakken. Ik heb nooit het woord afpakken in de mond genomen. Ik ken goed genoeg het OCMW om te weten dat er sancties mogelijk zijn en dat in het OCMW op een redelijke manier met sanctionering omgegaan wordt. Ik heb enkel gevraagd dat wettelijk de mogelijkheid zou gecreëerd worden om sancties te nemen. Sancties die gevraagd worden door ook uw collega's. Mevrouw De Koning heeft in Antwerpen dit toegepast. Mm-hmm. Zij is teruggefloten door een rechtbank die geoordeeld heeft dat eigenlijk de motieven van het OCMW van financieel te sanctioneren rechtmatig waren, maar geen wettelijke basis hadden. Ja. Ik vraag enkel dat we als OCMW de wettelijke basis zouden krijgen om effectief na de motivering, na de confrontatie, ook een stok achter de deur te hebben. Meneer Smet, het klopt wel dat mevrouw De Koning iets soortgelijk heeft geprobeerd toen bij het OCMW in Antwerpen om ook mensen te motiveren om hun kinderen naar school te sturen. Ja, maar de context was toen anders. Wat was het concrete geval? Ik heb ondertussen met Monica gebeld, uiteraard. Het concrete geval was totaal anders. Het was een vrouw die zei van ik wil niet gaan werken of ik kan niet gaan werken omdat ik op mijn kinderen moet passen. Nu, die kinderen konden perfect naar het kleuteronderwijs gaan en dan heeft het OCMW van Antwerpen zegt, mevrouw, in een activeringsverhaal moet u gaan werken. En u heeft dan geen recht op een leefloon, want u kan gaan werken en uw kinderen kunnen ondertussen naar het kleuteronderwijs gaan. Dat is perfect logisch en daar sta ik ook achter. Waar ik niet achter kan staan, is dat je zegt, we gaan van mensen een leefloon wegnemen. Dat dient om te leven. Ik kan bijvoorbeeld wel begrijpen, en dat doen we ook in het onderwijs, dat we een schooltoelage, een studietoelage afnemen als kinderen onvoldoende aanwezig zijn op school. Dat is logisch, want je krijgt een schooltoelage om naar school te gaan. Ja. Maar alleen je eten, je voedsel,
je kledij afnemen als je niet naar school gaat, dat is een brug te ver. Bovendien geloof ik veel meer in wat die mevrouw in het filmpje ook heeft gezegd. Je moet brugfiguren hebben. Je moet ouders verplichte opvoedingsondersteuning geven. Sommige ouders snappen het belang inderdaad niet van kleuteronderwijs. Sommige ouders weten ook niet hoe ze hun kinderen moeten opvoeden. Wel, dan moet je verplichte opvoedingsondersteuning geven. Ja. Daar geloof ik veel meer in. Meneer Versnik, is er geen andere manier om dit te doen? Ik geloof uiteraard ook in opvoedingsondersteuning. En we passen al die andere manieren toe. We motiveren de mensen. We gaan met de mensen gaan spreken. We organiseren avonden om hen te overtuigen van het belang van onderwijs. Maar er zijn nu eenmaal een aantal mensen die zeer hardleers zijn. En voor die hardleerse mensen moet je de mogelijkheid krijgen om een sanctie door te voeren. Mm-hmm. Monica de Koning heeft dat overigens ook altijd bepleit. Maar je kan het zelfs niet doen. Hè? In ons land heb je op dit moment geen schoolplicht, maar een leerplicht. Dat is één. Bovendien is het dus een strijd met onze grondwet. Het is ook een strijd met het kinderrechtenverdrag. Ik ben niet alleen minister van Onderwijs, ik ben ook minister van de kinderrechten. Dus geen enkele rechtbank zal aanvaarden dat je kinderen hun bestaansmiddelen afneemt om hun ouders niet naar school te sturen. Dus laat voor die heel kleine groep van ouders, want het gaat echt wel om een paar tientallen ouders, laat ons vooral meer intensief die ouders overtuigen om hun kind naar school te sturen, ze naar school mee te brengen, zoals die mevrouw dat zegt. En dan los je dat ook op. Bovendien is het ook niet zo, omdat een kind in het kleuterklasje zit, dat plotseling alle problemen weg zijn. Nee, je moet werken dat die kinderen effectief Nederlands leren. Vandaar heeft de Vlaamse regering ook beslist dat kinderen verplicht woensdagnamiddag in de toekomst bijvoorbeeld Nederlands moeten leren. Hebben we ook verplicht, zal je in de toekomst zien, verplichte opvoedingsondersteuning. Dat is veel effectiever. Meneer Versnik, ik leg u even voor. Hoor ik hier eigenlijk ook geen ideologische discussie? Laat ik het vertalen als blauw tegen rood, de hardere versus de softere aanpak? Nee, het is niet kwestie van een harde of een soft aanpak. Het gaat erover dat je een bepaalde methodiek wenst toe te passen. Ik zeg het, motiveren, confronteren. En als dat niet lukt, moet je inderdaad overgaan tot sanctioneren. En ik herhaal het, in het absolute belang van die kinderen. Want als zij niet naar school gaan, als zij geen diploma halen, dan hebben ze geen toekomst. En ouders die hardleers zijn, die effectief daar niet in meestappen, die weigeren van hun kinderen naar school te sturen, die moeten we effectief aanpakken. Meneer de minister, laat ik het anders omschrijven. In de termen van Gentse gemeenteraadsverkiezingen, het paarse verhaal is overduidelijk helemaal op. Enfin, dat is eerst de kiezer die dat beslist in Gent. Hè. Laat de kiezer eerst maar gaan. Dit is een heel concreet voorbeeld. Hè? Ja, maar ik denk dat er veel verschillende liberalen zijn die het daar ook helemaal niet mee eens zijn. Hè. Bij het liberalisme heb je verschillende stromingen. Je hebt misschien hardliberalen. En ik weet ook wel dat sommigen vinden dat je een sociaal probleem moet oplossen door asociaal te zijn. En hoe asocialer, hoe beter. Er zijn heel wat liberalen die het daar niet mee eens zijn. Mm-hmm. Dus laat wat Gent betreft de Gentse kiezer eerst spreken. Ik denk dat de Gentse SPA, de burgemeester op kop, daar heel goed werk gedaan heeft. En het is nu aan de kiezer om dat te beoordelen. Ja, meneer Versnik. De kiezer zal dat inderdaad beoordelen. Maar ik hoor dat het SPA zegt, dit zullen wij nooit steunen. Het conservatisme dat ik hier hoor, is toch ongelooflijk. Men blijft eigenlijk het zonlicht op het middaguur ontkennen. Door iedere keer te zeggen dat mensen alles afnemen. Dat is helemaal het voorstel niet. Het voorstel is een mogelijke sanctionering om diegenen die hardleers zijn naar school te laten sturen. En het gaat over de toekomst van die kinderen. En zoals ik het gezegd heb, daar moet je... Concreet, deze morgen op de radio heb u gezegd dat het was leefloon afnemen. Men heeft mijn reactie gevraagd. Ik heb die gegeven dat ik totaal over ben. Vandaag zegt u, het is niet nu op dit moment, het is niet meer het leefloon afnemen. We gaan sanctioneren. Wat is voor u de sanctionering? Concreet. Je hebt aanvullende steun die gegeven wordt door de stad, waar er een beperking zou kunnen opgezet worden. Je hebt ook een beperkte sanctionering gedurende een aantal dagen. U weet zeer goed... Maar u krabbelt dus terug misschien... tegen wat u deze morgen zei. En ik ben blij gewoon, dat u dat doet. U bent gewoon niet vertrouwd met de werking van een OCMW. Ik ben blij dat u dat doet. U bent niet vertrouwd met de werking van een OCMW. Maar zeer goed, Versnik. Nee, absoluut niet ik meer. Ik ken dat zeer goed. U moet kijken of dat er nood is en u moet kijken of dat er werkbereidheid is. En op basis daarvan kan een OCMW-voorzitter en een OCMW-raad beslissen of ze al of niet steun hebben. Meneer Versnik. Juist. En als die werkbereidheid onvoldoende is, kunnen er financiële prikkels gesteld worden. Werkbereidheid. Meneer Versnik. En dat is juist het voorstel dat ik doe, dat ook de schoolbereidheid daar zo aan toegevoegd wordt. Om af te ronden, heren. Ik hoor wel dat u de steun hebt van N-VA, van Siegfried Brakke, voor dit voorstel. Ik heb ook de steun van mijn voorzitter, Alexander de Croo. Ja, dat zou maar erg zijn, denk ik. Meneer Smet? Er is gezegd dat mevrouw de Blok het gaat onderzoeken juridisch en dat ze dan gaat kijken wat ze gaat doen. Ik denk dat ze snel tot de conclusie zal kunnen komen dat het niet kan. Oké, we zien hoe dit verder evolueert. Geert Versnik en Pascal Smet, dank u wel voor dit gesprek.